Nou, daar zitten we dan, hè, stilletje zakkenvullers. Ja. Nou, dat klopt toch ook wel. Is er nog iemand die iets wil zeggen als stichtelijk woord aan het begin van deze uitzending? Ja, misschien dat ik wel even wat wil zeggen, ja. Kijk, ik was heel erg boos. En waar ik eigenlijk boos over was... We worden geterroriseerd hier in Nederland door ja, de cancel-hype. Het is zo, als je tegenwoordig wat zegt op tv... dan is er een groepering, die terroriseert je dan meteen. Die geven je meteen een etiket. Ik ben al homofoob geweest, ik ben al racist geweest. De gekste dingen worden je om je oren geslagen. Dan gaan ze ook nog op de social media. En dan is er altijd Arie Boomsma en... dat andere meisje, Bergman. Ja. Sunny, toch? Sunny, ja. Bergman of zo. Ja. Die gaan dan adverteerders benaderen van... je moet bij dat programma niet adverteren. Dan vind ik het al verschrikkelijk om dan te zien... dat grote adverteerders laten hun oren hangen... naar Arie Nobody Boomsma. Wie is die gozer dan? Hè? Een kwijlenbabbel van de EO. En die zegt dat dan niet daar adverteren. En grote adverteerders laten hun oren hangen. Onbegrijpelijk. En ze zijn in ieder geval wel in staat om een geweldige mediarel te veroorzaken. Vooral via de social media. Ja. En dan dreigt heel Nederland dreigt in paniek te worden. Te raken, behalve ik. Want ik was het middelpunt van die mediarel. Maar ik heb er nooit een moment wakker van gelegen. Maar het teleurstellende vind ik dan... dat jij als presentator eigenlijk al die gekken die ons aanvallen... zonder argumenten, want ik maakte slechts een onbeduidend grapje... Hè, maar het grapje van mij was blijkbaar erger... dan wat Akwasi stond uit te brallen op de Dam... Maar dat jij als presentator eigenlijk die tegenpartij gaat pleasen. Zo heb ik dat ervaren. En dan denk ik, dat heb ik als een soort verraad opgenomen. En dan denk ik, als jij een authentiek programma zoals wij hebben... we hebben scheid aan de hele wereld, wij geven onze mening... en we staan voor de consequenties. Maar als jij dan met die tegenpartij die zonder argumenten ons aanvalt... die gaat pleasen, dan dacht ik, van, dan moet ik hier weg, van dan pas ik er niet mee... Of jij moet weg, want jij past niet meer als presentator bij dit programma. Ja. Maar nu zitten we hier toch? Ja, want John de Mol die had hele goede argumenten om mij hier te houden, ja. Ja. Maar je weet, ik heb er alles aan gedaan om weg te gaan. Ik heb voorgesteld om met Helene Hendricks verder te gaan. Dat is wel doorgekomen, hoor. Ja, ja, nee, ja. Maar dat is ook geen geheim. Nee. Dat werd absoluut was dan niet bespreekbaar. Hij heeft zelfs nog gedacht om het al helemaal alleen te gaan doen. Dat had hij ook nog aan gedacht, hè? Helemaal een jeetje. Nou ja, dan had je na de Meilandjes weer een top-uitzending gehad. Ik heb er nog voorgesteld om Wim op mijn plaats te zetten. Ik wilde rustig weg. Nou, we hebben een zwolle afscheid genomen eigenlijk dat afgelopen was. Nou, bij dit programma, hè, voor de duidelijkheid. Ja, 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 ja. Nee, ik vond dat dit programma, vond ik... en René ging daar wel ver in mee met mij... dat dit programma dat we een beetje ongeloofwaardig waren. Ja, bij een ander programma had het wel weer gekund, toch? Ik denk als je een frisse start maakt met iets totaal anders... dat ik heb verder niks tegen jou en ik heb ook jaren heel goed met je samengewerkt. Ja. En ik ben ook was niet merkbaar trouwens, maar ga door. Nee, maar ik ben ook helemaal niet boos. Ik ben ook helemaal niet boos, want ze denken allemaal dat we ruzie hebben. Ja. Maar er gaat een extra lichtje voor je aan. Nu gaat het echt gebeuren. Stel ik ook ja. op prijs. Ja. Maar ik, ja. ik vond dat jij als... of als presentator van dit programma... vond ik dat je het format verkracht hebt... of het format eigenlijk verraden hebt. Nou, ja. dat was bij mij dwars zat. Ja. Ja, nu kunnen we het op televisie uit gaan vechten opnieuw. Ik weet niet of dat handig is. Maar goed, ik wilde even duidelijk maken nee, waar bij mij de onvrede maar zat. Maar ik had de indruk dat de mensen dat thuis inmiddels wel begrepen hadden... dat jij dat zo voelde. En ik bedoel, ik kan er een heleboel over zeggen, Johan. Maar misschien moeten we dat nog een keer rustig... Kom ik een keer langs bij jou in Gollo weer gezellig op de koffie. Ja, dat vond je ook gezellig, toch? Dat is gebruikelijk dat je langskomt. Ik ben nu 2 keer in 20 jaar bij je langskomen. Dat was ja. allebei de keren deze zomer. Ja. Ik zat gisteren bij de fysiotherapeut en die zei tegen mij... Wilfred, zou je niet gewoon weer een leuk programma kunnen maken? Ga dan niet die ruzie weer uit zitten vechten. Dus ik wil die ruzie absoluut nog een keer met je uitvechten. Nou, nee, maar dat vind ik ook. Ik vind ook niet, als wij meningsverschillen hebben... dat dat over de rug van de kijker uitgevochten moet worden. Nee. Maar... ik vond dat jij een ontzettende uitglijder gemaakt hebt. Nou, het was niet mijn sterkste uitzending, maar ik heb wel het idee... dat er meer achter dit verhaal zit dan er nu geschetst wordt al die periode. Nou nee, kijk, ik vond het klinkklare onzin dat ik geconfronteerd werd met Dries Borsatta... en die zwarte mevrouw die nu een programma heeft waar niemand naar kijkt. Daar kan ze niks aan doen natuurlijk, toch?
Nou ja, als hier niemand naar kijkt, zijn wij verantwoordelijk. Ja, dus, dat is waar. En wat me ook heel erg tegenstond, dat die twee aan tafel zaten bij ons. Terwijl Bas, die moet altijd een tafeltje apart. Maar die twee mochten niet een tafeltje apart. Ja, want dat was discriminerend. Dan denk ik, dat vind ik nou discriminerend. Om dat discriminerend te vinden. Ja. Nou, nogmaals, we kunnen erin gaan. Laten we dat nog een keer doen buiten de uitzending. Want anders komen we er toch niet uit. En dan gaan we toch weer ruzie zitten maken. Ik ben er bang voor. Wat zeg je? Ja, ik ben er bang voor dat we er niet uit. Nee, dat bedoel ik. Dus als we nu weer ruzie gaan zitten maken, dan gaan we het weer allemaal opraken. Niet doen, ja. Nee, volgens mij moeten we dat niet willen. Nee. Maar ik wil dan spreken we nog een keer in Zwolle af. In Zwolle? Dat was wel gezellig, toch? Ja. 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 Nou, dat was hartstikke gezellig. Maar dit is hem, of... Oh ja, nee, ja? Maar ik verder heb ik niks op mijn leven. Iemand anders die nog wat kwijt wil? Nee. Oké, okay. Dan gaan we verder waar gebleven. Ja, jullie zien elkaar voor het eerst. Wij hebben al Champions League gedaan. Ja, hè? Dat was razend gezellig, toch? Ja, dus wij hebben al een paar keer gewoon s'avonds zitten praten met over dingen, over dit soort dingen, over andere dingen. Ja. Maar jullie zien elkaar niet voor het eerst. Ja, zo is het ook. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.